Allemaal tot 10 seconden. Haarlem, hou de polsen, hou de schouders gereed. Jullie moeten zwaaien, jullie moeten roepen. 5, 4, 3, 2, 1. En zwaaien, Haarlem. Daar gaan ze. De neutraal is echt vertrokken. Schaatskampioen, commentator bij de NOS. Nu nog meer dingen? Ja, ik werk gewoon tegenwoordig. Maar commentaar bij de NOS, dat vind ik echt fantastisch. Nee, ik werk bij de Baak, een opleidingscentrum. Dat is ontzettend leuk, is nieuw wat ik doe. Maar vandaag ben ik niet daarvoor, ben ik voor Make-A-Wish. Ambassadeur van Make-A-Wish. Vertel even heel kort, waar staat dat voor? Make-A-Wish, een stichting, bestaat al heel lang en is opgericht om de liefste wens voor kinderen met een lezenbedreigende ziekte te vervullen. En dat kan heel groot zijn, heel klein zijn. Net wat die kinderen willen om weer één dag echt kind te kunnen zijn. Lijkt me fantastisch om het te zien. Ja, dat is heel bijzonder. En we hadden het net al eventjes over. En zeker omdat je zelf kinderen hebt. Ik ben ook vader van 2 dochters. Ja, dan besef je hoe gelukkig je kan zijn als kinderen gewoon blij en van kind kunnen zijn. Nou, Martin, we hebben van deze lopende voorinschrijving altijd een bepaald bedrag dat opzij zit. René Faber, welkom René Faber. Vertel eens even, want je hebt nog wat te vertellen. Ja, we hebben inderdaad wat jij zegt, de voorinschrijvers hebben geld gedoneerd voor Make-A-Wish. En toen wij zeiden dat jij hier zou komen, Martin, een bescheck in ontvangst te nemen, gingen de donaties nog verder omhoog. Dus wij hebben hier een bedrag op staan. Maar dat klopt eigenlijk niet meer, want het bedrag is inmiddels niet meer €2570, maar ruim €2800 voor Make-A-Wish. Applaus van jullie zelf, van alle voorinschrijvingen werd bekendgemaakt. En dus ruim €2800 voor Make-A-Wish. Martin, dat is fantastisch. Ja, we zijn hier ontzettend blij mee, want we kunnen hier verschillende mensen mee vervullen. Maar het is fantastisch dat zoveel mensen dit hebben willen doen. We zijn echt ontzettend blij mee. Het is van harte gegund. Ga je vanavond wat winnen? Blijf je hier? Ik blijf even kijken en ik ga straks lekker barbecuen. Het is fantastisch weer en ik ben onwijs blij voor alle deelnemers dat ze onder deze omstandigheden mogen lopen in deze stad. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan en heel veel succes allemaal. Dankjewel René, we gaan je ongetwijfeld later nog zien bij deze heerlijke temperaturen in het centrum van Haarlem. Bijna €2800. Hartelijk dank voor je komst. Hij was al heel sterk in de Haarlem Inmarkt al 2 weken geleden. Hij gaat hier de kroon zetten op zijn loopcarrière in West-Nederland. Hier komt de sympathieke hoofddorper uit Eritrea. Hier komt de winnaar van de Vitamin Store Halve van Haarlem, 5 kilometer. Hier is 23.05. Amaro Lekesse, laat hem even trots zien, hè. Kijk eens eventjes wat een bokaal zegt. Het Schoten wint de bokaal voor de meeste deelnemers. Kom een stapje naar voren toe. Wees niet zo bescheiden. Jullie zijn de winnaar. Kijk eens even in de camera hier. En zo te zien hebben ze... Hey!
Ja, die gaan los. Die gaan los, Jerry. Geweldig. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Speciaal voor Jur Elsteeds van Run Today, speciaal voor Ilse Togers uit de Zuid-Brabantstraat in Haarlem. Het gaat allemaal goed komen, jullie zijn onderweg voor jullie 10 kilometer. En natuurlijk in gezelschap van LS Components, van Sportsupport, van Hotelspecials.nl, van City, van het Nova College, van Recon Speciaal Druk, van LUMC, van Fluor, van Flex, Lekker Leven in Kennemerland. Al je farmakelaarij, PBN, de Philharmonie en de 5 teams van de Vitamin Store. Oké, Adam, met z'n allen. 3, 2, 1, hop, ta! De klok inmiddels op 2 minuten en 6 seconden. En dat betekent dat we meteen gaan overschakelen terwijl we ze allemaal onderweg hebben. Onder begeleiding van onze partner, de politie Kennemerland. Harlem, Bartje Goorstraat, zijn net verhuisd. En daar hebben we ook een juicebar in zitten. In Heemstede zitten we trouwens ook, Amstelveen, Amsterdam. Maar in Harlem hebben we een hele mooie nieuwe winkel. Hier net om de hoek in de Bartje Goorstraat. Iedereen is uitgenodigd, heb ik begrepen. Everybody happy is jullie kreet. Klopt, everybody happy. En ik denk dat we hiermee daar behoorlijk aan bijdragen. En ik vind het echt een fantastisch evenement. We gaan bekers uitreiken. Althans, jij gaat bekers uitreiken aan de winnaar, dames en heren, van de 10 kilometer. En mag ik een groot applaus voor Georgie Klein. Georgie Klein, winnaar. Net op tijd 33.24. En een bosje bloemen. Ook daar zit... zelfs oranje in de LN, zie je dat? De details. Geweldig, hè? Georgie Klein, 10 kilometer winnaar. En dan hebben we natuurlijk ook de snelste Haarlemmer. Ja, Rajit Mahamadi. Dames en heren, applaus voor deze grote Haarlemse kanje. En ook, ja, ook oranje details. Helemaal goed. Een Porsche bloemen, denk ik. Ja, daar komt hij aan. En een mooie beker van Pierre Mouillet, 150 jaar. Kijk eens, met de high fives van het publiek komt ze binnen. Het winnares van de Vitamin Store Halve van Haarlem op de 10. Lonneke, yes! En natuurlijk is Alain Vermeulen van Vitamin Store weer zo bereid gevonden om deze prijs uit te reiken. Mag ik een warm Haarlemse applaus voor de winnares van de 10 kilometer, Lonneke Dirks! En de bosse bloemen van Alain. Laat hem even zien, de beker. Hou hem even omhoog. Nou, een fantastische glimlach van Lonneke Dirks, de winnares van de 10 kilometer. En dan, dames en heren, de winnares, de snelste Haarlemse van de 10 kilometer. Mag ik een applaus voor Sabine Harma! Jaren doet alleen. Fantastisch. Show de beker.
lachen. Kom even met z'n tweeën erbij staan. Beetje vooraan. Kijk eens even voor de plaatje. Dames en heren, mag ik nog één groot applaus voor deze twee kanjers. De wieleressen van de 10 kilometer. En we klappen lekker mee Haarlem, want dit zijn de helden en heldinnen van de halve marathon. Zij gaan niet door de stad, zij doorkruisen het prachtige duingebied van PWN. Partner van het grootste natiesportevenement van Haarlem. Met het nieuwe stuk door het blinkerpad. En we zijn ontzettend blij dat onze partners PWN staat Bosbeheer. De gemeente Zandvoort, de gemeente Bloemendaal, de gemeente Haarlem. Vandaag zijn hun. Gaan we een fantastische editie beleven op het mooie nieuwe parcours. Met heel Haarlem doet mee op de beat van DJ Misbehave. En natuurlijk zeggen we heel veel succes aan al die bedrijven die nu meedraaien. Van Vitaalpunt, van Sportsupport, van Hotel Specials, van Slagerij Tracteur Boot, van LUMC in Leiden, van Fluor, van Lekker Leven in Kermeland, de winnaars op de 5 kilometer, van Overspaar Makelaarij van PWN en natuurlijk van de Vaita Main Store, onze nieuwe hoofdsponsor. En dan gaat hij halen op de beat van DJ Misbehave! Luister naar de klanten van DJ Misbehave. Want dat is voor jullie. Jullie gaan vertrekken voor de mooiste halve marathon van Nederland. Op een luid applaus hier van de mensen in Haarlem. De meest sportminded stad van Nederland. En met Bart en Mistel is onze nieuwe hoofdsponsor. Met voor de 11e keer een zon over de grote hoofdstad van Holland. En dat prachtige parcours onderweg door de duinen. Door Overveen, door Bloemendaal, door Aardenhout. Alles zit erin. En deze helden en heldinnen gaan het allemaal ervaren. De mensen van Run for Kika. Ik wil jullie graag heel blijven steunen. Net als het goede doel van Bobman, het grootste eendaagse sportevenement van Haarlem. Make a wish! En geen zorgen, dames en heren, als je ziet dat jouw held of heldin nu pas vertrekt. De race timer chip registreert en met no tijd als ze hier de stad wordt verlaten. En kijk naar al die lachende gezichten, Haarlem. En bijna zijn ze allemaal onderweg. Ik zeg Haarlem, laat je horen! Wat staat er een kleurtjes, hè? De kabouter, sprietje,
en deze van de makelaardij. Ja, u kunt zien dat het goed gaat met de huizenverkoop. Dat gaat allemaal prima. Zijn we zover, dames en heren, jongens en meisjes? Ja, ik ga even kijken. Ja? We hebben net gehoord dat ze er allemaal klaar voor zijn. Misschien moeten we het nog één keer doen, hè? Dat ze het in Zandvoort horen, dat ze het in Bloemendaal horen, dat alle kabouters in heel Nederland het horen. Zijn we klaar voor de Overspaanmakelaardij? Gaat dat doen! Ik denk het wel. Aftellen, hoor. Ja, ik... Sportevenement van Haarlem voor de laatste 2 kilometer. Ja. 16 kilometer. Jonas, kom er maar in. Hey. Jan, hoor maar niks. Nee, ik wil even de prijsuitreiking gaan doen van de school. Heel goed, Jonas, dat heb je door op die motor. Ja, ik zie al die blikken in de vocalen, ik zie al die vrije gezichtjes, dus gaan we lekker de prijs. Dat doe ik met Jerry Buitendijk van de organisator. Jij moet er tevreden mee zijn, Jerry, want het is een fantastische dag tot nu toe vandaag. Ja, alles klopt. Alles klopt. En als er dan ook nog zo'n mooie en snelle school hier staat, de jeugd heeft de toekomst, nou die bewijzen dat maar weer. Ja, we kunnen nog vele jaren verder op deze manier. Ja, dus de school, de openbare school, met de meeste deelnemers. Ik heb zo'n flauw idee dat ik nog weet wie het gewonnen heeft. Ik gluur hier stiekem achter op de shirtjes, dus ik heb datzelfde idee als jij, denk ik, Arnold. Het is eigenlijk geen verrassing, want het is zo'n fantastische sportieve school, dat ze elk jaar gewoon met zoveel deelnemers hier zijn, dat ze die beker grijpen. En ook dit jaar weer hebben ze hem te pakken. Want de Cirkel, dames en heren, is de winnaar van de grote schoolbeker. En daar is hij hier. Jerry mag hem uitreiken. Aan wie? Aan wie? Kijk eens even. Applaus voor Obius de Cirkel. 105 jaar oud de school. En ze hebben al 104 keer deze beker gewonnen. Fantastisch! Bloemetjes erbij. Jawel, en lach even naar de camera, hè. Eventjes de andere kant op kijken. Ja, hou vast. 1, 2, 3. Gefeliciteerd. Hou vast, beter. De cirkel. Oh, jullie moeten even allemaal kijken naar de camera. Ja, dan wordt gezet, hè. En opnieuw hebben ze hem te pakken. De sportiefste school van Haarlem en omgeving. En 232 leerlingen op de been, dames en heren. En heel... Deze twee doen ook mee zo te zien. Ja. Ja. Maar de eerste hamer is aan het doen. De winnaars van de Rennersbrigade deze winnen. Zeruto Tjeboy! Winnares van de Fighter is door halve van Haarlem 2015. In een mooie tijd van 1.24.23 minuten. De
drievoudige winnaar, hij staat er weer. Hij heeft zich even omgekleed, want ja, hij zegt dat ik nu een winnaar is, dus dan moet je een beetje netjes eruit zien, hè? Ja, kijk hem lachen. Dames en heren, ladies and gentlemen, hier is de winnares van deze editie, de Vitamin Store editie, de 31ste loop in Haarlem. Hier is Gladys Yuruto Chipboy uit Kenia. Geweldig! En daar is hier dan Corrie Evans Chipboy die even de beker geeft, bidon. En de flowers for the lady. Yes. Mag ik nog één fantastisch applaus? Hier is ze, Gladys Yuruto Chipboy! Geweldig, thank you very much. Ja, dat is een dame waar we niet te veel van. Hier Evelien Pieterman, vergezeld door het escorte. Hebben we ze allemaal terug en ruim binnen de limiet. Laat je horen voor Evelien, laat je horen voor de halve van Haarlem. Be afraid of the dog. Oh. Dat wordt een dag en ik kijk naar de klok. At the end. Evelien is binnen. Dames en heren, dit was weer een memorabele editie. De 31ste editie in Haarlem. Het grootste eendaagse evenement.